Een felle brand in een transformatorhuisje heeft zaterdagavond een deel van Meidrecht in het donker gezet. Het vuur begon bovenin het gebouw. De oorzaak is niet duidelijk, maar rond die tijd zijn flinke vuurwerkknallen gehoord. De brandweer besloot vanwege de hoogspanning de vlammen niet direct te blussen. Ze richtten hun stralen op de flat om te voorkomen dat de brand oversloeg. Een deel van de bewoners werd ontruimd. Door de brand viel de straatverlichting in heel Hofland uit en zaten meer dan 500 huishoudens in het donker. Na een half uurtje was het vuur een halt toegeroepen. De netbeheerder probeert de stroom om te leiden. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.